maar voor zich. Dank u wel, voorzitter. Ja, nu mag ik dat nog zeggen. Als eerste wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de ABO te feliciteren met hun zetelwinst. Van harte gefeliciteerd. De andere partijen wil ik graag feliciteren met hun zetelbehoud. Helaas hebben we ook bij deze verkiezingen als PvdA Oldebroek weer verloren. We zijn van 2 zetels teruggegaan naar 1. Wederom een duidelijk signaal van de kiezer. Met zo'nzelfde signaal zijn we deze periode ook begonnen. In 2010 gingen we terug van 5 zetels naar 2. Dit betekende voor ons na jarenlang besturen een plek in de oppositiebankjes. Vanuit die oppositierol hebben we de afgelopen 4 jaar geprobeerd op een constructieve manier een positieve bijdrage te leveren aan onze gemeenschap. Helaas heeft dit niet geleid tot een voor ons gunstige verkiezingsuitslag. En wel tot een duidelijke opdracht om het de komende 4 jaar nog beter te doen. Voor al onze inwoners, maar in het bijzonder voor de mensen die wel op ons hebben gestemd. Op dit moment wil ik graag alle collega-raadsleden en commissieleden, de burgemeester, het college, de Griffie, de bodes en het ambtelijk apparaat bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. Na de raadsvergadering was de soep altijd lekker, hoe spannend de vergadering ook was. De verkiezingsuitslag heeft ertoe geleid dat vandaag de voltallige PvdA-fractie afscheid neemt. Daarom wil ik nu graag het woord tot Bert-Jan richten. Bert-Jan, je merkte zelf na de verkiezingen al op dat jij vanavond het enige raadslid bent dat niet vrijwillig vertrekt. Je had je nog graag 4 jaar lang ingezet om je sociaal-democratische idealen waar te maken voor deze mooie gemeente. Helaas mocht dat niet zo zijn. En dat is een verlies voor de gemeente Oldebroek en voor de PvdA in Oldebroek. Lokale politiek verliest hiermee namelijk een begaafd politicus met een groot hart. Want jij, Bert-Jan, hebt zowel als mens als politicus een heel groot hart. Zonder oordeel treed je iedereen tegemoet die een beroep op je doet. Dat heb je de afgelopen jaren ook als raadslid gedaan. Je hebt je met tomeloze energie ingezet om ideale vorm te geven. Zodra een onderwerp raakte aan mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen, liet jij vooral je hart spreken en liet je je zo min mogelijk belemmeren door regeltjes en bureaucratie. Je aarzelde ook niet om buiten de gebaande paden te treden. Toen de problematiek rond Erika Terpstra hals speelde, liet jij de huidige minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem kamervragen stellen. Toen een vervuilde grond gestort dreigde te worden in de Voskuil in Hattemerbroek, diende jij op persoonlijke titel zienswijze in. Het raakte je de afgelopen jaren vooral als je het idee had dat bepaalde mensen een andere behandeling kregen dan anderen. Als je het vermoeden had dat er sprake was van discriminatie, dan was jij de eerste om er wat van te vinden. Er staat geen hek om jouw hart. Iedereen is zonder uitzondering welkom. En dat maakt het ook wel eens druk. Mensen en idealen streden de afgelopen jaren wel eens om voorrang. En wanneer dat het geval was, was jij niet te beroerd om tot midden in de nacht door te gaan met je werkzaamheden, zodat die uiteindelijk toch nog voor de deadline waren afgerond. Als fractie hebben we de afgelopen jaren ook geprofiteerd van jouw vermogen om door te gaan wanneer anderen stoppen. Er is de afgelopen jaren geen filmpje verschenen namens onze partij of jij hebt er de hand in gehad. Niet alleen deze raadsperiode, maar ook de periode ervoor zorgde jij ervoor dat we als partij via de moderne media zichtbaar waren voor onze inwoners. Naast alle Twitter- en Facebook-berichten zijn er nauwelijks artikelen verschenen zonder dat jij ze had gezien, had bekeken en je advies had gegeven. Ook was je nooit te beroerd om ons aan te sporen, om iets te schrijven als je vond dat het nodig was om onze boodschap onder de aandacht te brengen. Gelukkig blijf je de komende periode nog wel als commissielid betrokken bij de partij en kan de PvdA op die manier van jouw talenten gebruik maken. Mede door je andere passie radio maken hou je veel van songteksten. Je hebt zelfs de afgelopen raadsperiode al in de commissie een raadsvoorstel weggestemd met de woorden van Elvis, Return to Sender. Daarom kan ik natuurlijk niet anders dan deze dankwoorden voor jou afsluiten met een songtekst. En daar besluit ik aan bij je huidige Twitterprofiel, omdat de volgende woorden van een van je persoonlijke helden zijn en op ze weergeven hoe jij in de politiek staat. Imagine no possessions, I wonder if you can. No greed, no need for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Bert-Jan, dank je wel. Ja, en dan is het ook volgens mij nu het handigste dat ik gelijk ook mijn persoonlijke afscheid ook maar neem. Dat ik mij ook persoonlijk tot u richt. Want ook ik neem vandaag afscheid van de lokale politiek en de PvdA.
Afscheid nemen is iets van iets wat je jarenlang gedaan hebt. Is een mooi moment om iedereen te bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. De sprekers voor mij, die toonden dat ook al. Ik wil daarom ook graag persoonlijk met Jan bedanken voor de afgelopen 4 jaar. Zonder jou had ik het afgelopen jaar de simpelweg niet kunnen doen. Ik wil ook graag de rest van mijn partijgenoten bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gehad. En daarnaast wil ik graag mijn ouders bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Dank je wel. Mijn afscheid nemen is ook een moment om terug te blikken. De afgelopen maanden stond de gemeentelijke politiek natuurlijk meer in de belangstelling dan anders, vanwege de verkiezingen. En dan valt het nog meer op hoe ver de politiek afstaat van de gemiddelde kiezer. De gemiddelde inwoner heeft geen idee waarover de raad gaat. En dit is geen verrassende conclusie. Dit is een opdracht die we als raad altijd al hebben. Onszelf en onze werkzaamheden nog beter voor het voetlicht brengen. Een grote noodzaak als we willen blijven beweren dat wij een legitieme volksvertegenwoordiging zijn, een legitieme vertegenwoordiging van de inwoners van onze gemeente. Want waar moeten de kiezers ons na 4 jaar anders op afrekenen als ze amper op de hoogte zijn van het gevoerde beleid? Zoals gezegd is dit niets nieuws, maar wat mij de afgelopen periode opviel, is dat er ook veel wantrouwen en boosheid is onder de kiezers. Wantrouwen dat niet gebaseerd is op feiten, maar op emotie. Natuurlijk hebben deze kiezers recht op deze emotie. Het is vooral een opdracht aan ons als volksvertegenwoordigers om deze afstand te overbruggen. En daarvoor zullen wij nieuwe manieren moeten vinden om dit daadwerkelijk te bereiken. Persoonlijk zie ik daarin nog steeds een belangrijke rol voor de sociaaldemocratie, ook in onze gemeente. Ik wens de nieuwe volksvertegenwoordigers veel succes de komende 4 jaar met het vervullen van deze opdracht. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Zonbeld.